Juni is wat zomerweer betreft voortvarend begonnen. We gaan aan de hand van de 30-daagse weerkaarten kijken of Juni verder zomerweer gaat opleveren. Of dat de zomer misschien wel doorschakelt naar een veel warmer weertype met tropische temperaturen van meer dan 30 graden. Welkom en leuk dat u kijkt naar de 30-daagse weersverwachting. Een experimentele weersverwachting, maar waar we toch vaak ook nog wel voor de langere termijn duidelijk trends kunnen ontwaren. Op de korte termijn zijn de trends vrij duidelijk. Bijvoorbeeld volgende week: temperaturen in grote delen van Europa ruim boven normaal. En dat danken we met name omdat het eerste deel van de week vrij warm gaat verlopen. Sterker nog, in de loop van volgende week loopt de temperatuur in de zuidelijke delen van Nederland misschien wel op naar een tropische 30 graden of meer. Later in de week komen vanuit het zuiden toch een aantal buien opzetten. En dan wordt de meest warme lucht wel geleidelijk aan uit onze omgeving verdreven naar het oosten. Verantwoordelijk voor het mooie zomerweer van de laatste tijd is een uitloper van een Azoren hoge drukgebied. Een eilandengroep hier op de Atlantische Oceaan. Dat uitlopertje ligt helemaal over onze omgeving. Soms is er zelfs verbinding met een hoge drukgebied boven Rusland. En daardoor blijven regenstoringen grotendeels op afstand. En af en toe, als de wind echt overtuigend vanaf het land waait, ja, dan is er niet veel voor nodig om de temperatuur op te jutten naar zomerse waarden. Sterker nog, in de loop van volgende week komen we zelfs in de buurt van de 30 graden uit. Dit is de pluim voor Midden-Nederland. Een woensdag dat lijkt toch wel de grootste kansmaker te worden voor een dag waarbij de temperaturen in grote delen van Midden- en Zuid-Nederland weer op te lopen naar zo'n 30 graden of meer. De dagen daarna wordt het minder warm, de temperaturen gaan duidelijk omlaag. Bij die overgang naar dat wat minder warme weer moeten we ook rekening houden met een aantal regen- en onweersbuien. De invloed van hoge druk blijft echter ook tijdens de laatste volle week van juni. zien we dat hoge druk op de oceaan duidelijk aanwezig is. En bij ons misschien net wat minder overtuigend. Waardoor de wind wat meer uit de west- of misschien zelfs wel noordwestelijke richting waait. De warme lucht wordt dan ook wat meer naar het oosten verdreven. Maar de kou die op het, ja, boven de Atlantische Oceaan bijvoorbeeld is te vinden delen van de Britse eilanden rijkt niet echt tot onze omgeving. Maar het echt warme weer lijkt in deze periode eventjes tot het verleden te horen. En ik zeg erbij even, want er komt toch wel weer wat verandering in. En dat zien we bijvoorbeeld tijdens de maandwisseling. Het is dan namelijk in grote delen van West-Europa en ook Zuidwest-Europa duidelijk droger dan normaal. En dat is iets wat we ook in de week daarop zien. Dus de eerste weken van juli lijken ook droog weer op te leveren. En met hogere temperaturen. Onder invloed van hoge druk. Krijgt de zon vol op de ruimte, is er dus weinig bewolking waaruit regen valt, vandaar die droge die we zien. En met veel instraling van de zon loopt de temperatuur natuurlijk vrij snel op tot boven normaal. Maar zinderende hitte, dat wordt niet verwacht. Want de luchtdrukverdeling laat toch wel zien dat vooral hoge druk ten westen van ons ligt. Lage drukgebieden met bewolking en regen hebben vooral een noordelijke koers, blijven bij ons op afstand. Maar echt een zuidelijke wind met aanvoer vanuit Noord-Afrika bijvoorbeeld, dat zit er niet aan te komen. Nee, het lijkt erop dat snikhitte uitblijft, maar de komende. 30 dagen lijkt het toch over het algemeen heel zomers te verlopen in Nederland. Met de aankomende week vrij hoge temperaturen, daarna eventjes herstel naar vrij normale temperaturen. En dan de juli maand, die lijkt toch wel wat droger en vooral ook warmer te gaan beginnen. Tot volgende week.